We staan hier bij Tim en Lianne Kente. Wederom weer meedoend met Raska New School, Beauty and the Beast. Allebei weer een rol. Tim als de vader van Bel, Maurice. En Lianne als, als stoffer, Babette. En wat vinden jullie nou het leukste van de musical? Zeg jij maar dit. Wat ik het leukste vind, jeetje. Nou, ja. Mijn eigen stukjes natuurlijk. Ikzelf een beetje... Ja, in mooie muziek gewoon. Dat. Ja, ik vind zelf gewoon de hele combinatie van zang en dans en spel. Dat vind ik erg leuk. En ik vind het ook geweldig met die kleine kinderen erbij. Dat vind ik echt top. Dat is lachen. En jullie hebben samen ook een bijzonder moment in het stuk als vader en dochter. En hoe gaan jullie daarmee om? Oefenen jullie thuis of denken jullie van... Dat heb ik vroeger vaak genoeg geoefend hoor. Ja, een beetje een Semse nuchterheid. Ze zat vaak genoeg op school. Okay. En hoe bereiden jullie eigenlijk voor op je rol? Ik heb natuurlijk niet heel veel tekst. Dus het is bij mij gewoon van tevoren even doornemen en dan lukt het. Ja, bij mij, ik vind, gewoon, vind het prettig om eerst mijn tekst goed te leren kennen. En daarna kan je pas gaan spelen. Ja, dat vind ik gewoon het belangrijkste, dus dat je gewoon op tijd je tekst kent en dan kan je het hele repetitieproces kan je verder, kan je echt op het spel kan je dan oefenen. En wat vinden jullie nou het leukste van jullie eigen rol? Nou, ik vind het zelf heel leuk van deze rol, bijvoorbeeld vergeleken met Oliver, dat ik nu met alle andere spelers ook scènes heb, zeg maar. Dat vind ik leuk om met de andere spelers, met Gaston en Lafou en... met Bel en het beest gewoon ook scènes hebben. En dat was de vorige keer met Oliver niet, dat was wat beperkter. Dus je bent nu met de hele groep kom je in aanraking. Dat vond ik wel erg leuk. Ja, van mijn eigen rol, ik denk een beetje het overdreven. Past ook wel een beetje bij mij natuurlijk. Lekker, joehoe! Ja, dat vind ik het leukst. En ben je nog aan de slag met je accent? Want je hebt een rol met accent. Nou, ik... Ik probeer het af en toe wel even dat ik denk van nou, zo, maar het wil nog niet echt lukken. Maar dat heb je wel gehoord waarschijnlijk. En wat Marco doet ook mee, dus de familie is weer goed vertegenwoordigd. En oefenen jullie thuis ook veel? Marco wel. Marco die is thuis met heel de dans aan het oefenen geweest, de wals. Want hij had nog nooit, hij heeft nooit dansles gehad. Dus hij is de wals aan het oefenen geweest. En nou ja. Dat heeft zijn vruchten aardig afgeworpen. Hij doet aardig mee, zeg maar. Ja, jullie zijn een musicalrijke familie. En hoe zijn jullie daar eigenlijk mee in aanraking gekomen? Nou, dat begon met Jesus Christ Superstar. 11 jaar, 12 jaar terug. Ja, ik speel zelf al jaren toneel. En dat Jesus Christ Superstar, toen hij naar Zem kwam, ja, toen, ik had er niet gelijk een rol. Maar ik ben er wel steeds bij betrokken geweest. Op het laatste moment heb ik dus wel ook een rol erbij gekregen. En daarna gewoon alle producties van voorheen Jezus Jezus en nu Brassica er meegedaan. Ja, bij mij is het gewoon een klein meisje begonnen. 9 jaar. Ja, jij zat er toen bij omdat je bij de eerste communie had gedaan. En toen mochten ze van groep 4, zeg maar, mochten ze meedoen als figurant bij Jesus Christ Superstar. En daarna ook altijd erbij gebleven. Ja. En hebben jullie nog bepaalde rituelen als straks de uitvoering is voor de voorstellingen? Gewoon met bijvoorbeeld drieën. Of je juist of voor jezelf dat je misschien heel gewoon lekker rust wil of dat je aan de gang gaat of iets anders. Nou, niet echt rituelen, maar ik vind wel zo. Ik heb nu 2 jaar al echt meegeholpen ook met de dag van het opbouwen en zo van het decor. En dat is me erg goed bevallen. Dan beleef je het allemaal veel intenser, zeg maar. Je leeft er dan echt die hele dag naartoe. Dus de dag van de generalen en. En dan de dag zeg maar, voor de uitvoering. Dat vind ik erg leuk om dan die dag ook al mee te pakken. Die hoort gewoon bij het hele proces. En misschien wel de belangrijkste vraag. Gaat Beauty and the Beast een succes worden? Ja. Uiteraard. Zeker weten. Uiteraard. Ja. Ja, daar gaan we allemaal voor. Dus dat moet gewoon lukken. Nou, dan wil ik jullie bedanken voor dit interview. Graag. En voor jullie tijd. En dan gaan jullie er hard aan werken om het tot succes te krijgen wat jullie willen. Dat gaat lukken. Dat doen we. Okay, bedankt. Dank jullie wel. Ja.